Sinds 1 maart is Jacques Monde regisseur bezoekerseconomie voor de gemeente Boxtel. Wat zijn zijn plannen? Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Kunt u mij uitleggen wat dat ongeveer inhoudt, bezoekerseconomie? Nou, dat ga ik doen, Ellie. Je mag gerust jij zeggen, hoor, want daar voel ik me het beste bij eigenlijk. Regisseur bezoekerseconomie is een mond vol. Het is voor mij mijn eerste regisseursfunctie. Ik heb al veel gedaan op communicatiegebied of het bijeenbrengen van mensen op mooie plekken. City marketing heet dat ook wel. Dus eigenlijk is regisseur bezoekerseconomie ook wel eigenlijk een hele mooie term voor wat in andere plaatsen ook wel city marketing genoemd wordt. En een regisseur city marketing of regisseur bezoekerseconomie doet eigenlijk niks anders als zorgen dat partijen in een gemeente bij elkaar zorgen dat het aanbod voor de eigen bewoners aantrekkelijk is. Een plek wordt waar ze trots op mogen zijn. En voor mensen buiten een gemeente om eens te komen kijken in die gemeente wat die gemeente allemaal te bieden heeft. Voordat zeg maar mijn functie in gang werd gezet en er iemand voor gezocht is, is er door een extern bureau al een uitgebreid onderzoek gedaan. Daar is een groot stuk over geschreven, bezoekereconomie voor de gemeente Boxtel. En daaruit is een uitvoeringsprogramma gekomen. Dat uitvoeringsprogramma dat heeft misschien wel 100 punten. En daarvan zijn een aantal zaken op de korte, op de middellange of de lange termijn te realiseren. We hebben vooral gekeken wat belangrijk is op de korte termijn om die als eerste aan te pakken. Eén daarvan is de basis op orde. Een andere is we hebben op dit moment een bezoekerswebsite, die heet Beleef Boxtel. Maar Liemt heeft bijvoorbeeld Gasvrij Liemt. Allebei prachtige websites die laten zien wat ze in huis hebben. Maar we hebben ook nog S en nog Lennisheuvel. En waar we eigenlijk heel graag naartoe willen is een platform waarop alle informatie, dus ook de agenda, te vinden is voor iedereen. Zowel voor eigen bewoners als voor mensen van buiten. En waarin zeg maar de kernen vertegenwoordigd kunnen zijn met hun informatie. Hoe vinden we wat er te doen is? Daar hebben jullie ook nog ideeën over. Ja, daar hebben we zeker ideeën over. Hè. Kijk, de oude VVV waarin je vroeger naar het gemeentehuis kon gaan en zeggen van ik ben hier op bezoek en welke fietsroute of wandelroute is nu interessant. Ja, die hebben we niet. Dus we moeten op een andere manier moeten wij wat we in huis hebben ook laten zien. En dat zou kunnen bijvoorbeeld met een aantal toeristische informatiepunten. Dat zijn plaatsen waarin je niet alleen een folder kan krijgen van interessante dingen, maar op je ook met een tegenwoordig kan dat met een touchscreen, een tv, waarop je routes en informatie kan vinden. Wat is nou het allereerste wat je op gaat pakken? Nou, eigenlijk dat verhaal van de website Beleef Boxtel is een belangrijk ding. Het verhaal van vinden wij heel erg belangrijk. Dus het ontsluiten van informatie over wat te maken heeft met de identiteit van de diverse kernen in onze gemeente vinden wij belangrijk. Dus dat gaan we zeker oppakken. We hebben nog een vraagstukje. We hebben een mooie samenwerking met Sint-Lucas. Natuurlijk ook een school waar we ongelooflijk trots op mogen zijn in deze gemeente. En met die studenten en startende ondernemers op die school willen we kijken of bijvoorbeeld het beeld van de Stationsstraat niet eens aan kunnen pakken hier in het centrum. Daar is heel veel niet zo mooi aan. Dan druk ik me voorzichtig uit misschien. En daarin is een goede impuls van creatieve mensen, denk ik, precies datgene wat we nodig hebben om daar weer een nieuw elan aan te geven. Dan denk je ook over nieuwe winkels voor de panden die leeg staan? Nou ja, dat zou op een gegeven moment wel kunnen. Kijk, ik snap wel dat panden zijn meestal eigendom van projectontwikkelaars en beleggers. En die gaan niet zomaar alles doen met hun winkelpanden. Alleen zij hebben denk ik ook wel het besef dat op de langere termijn er toch gewoon bezoekers en winkelend publiek nodig is om het rendabel te houden. Dus ik denk dat ze zeker mee willen denken om daar iets moois voor te bedenken. Ja. En ik verwacht dan iets meer dan alleen een leuk schilderij van de creatieve mensen in de etalage. Want dat hebben we wel gezien, denk ik. Je gaat dit voor 2 jaar doen. Geloof ik wel, ja. Wat is er veranderd over 2 jaar, hoop je? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is zeker dat de mensen in de gemeente Boxtel na 2 jaar wat meer gezien hebben wat deze gemeente allemaal te bieden en daar trots op zijn. En dat we significant meer mensen van buiten aantrekken naar deze gemeente. Dat is denk ik het belangrijkste doel.